Welkom bij Sudderenmet in de Sligeren Purmerend. Bijzonder welkom Jan Wals. We gaan paella maken vandaag. Dat heb ik zin in. Goed, heb je een beetje verstand van koken? Kook je vaker thuis? Of, Minimaal, maar okay. Ik kook wel. Oké. Okay. Okay, nou dat goed. Lukt wel. Nou, ik ga je helpen, hè, dus dat komt helemaal in orde. Paella is natuurlijk een rijstgerecht. Hè. Het lijkt een klein beetje op risotto, maar het is toch wel heel anders. Want er gaan heel andere ingrediënten in natuurlijk. Wat we gaan beginnen is een uitje snipperen en wat knoflook schoonmaken. Geef mij een uitje, dan doe jij een ui en dan kunnen we samenwerken. Vertel eens wat over jezelf, Jan. Mijn naam is Jan. Jan Wals. Geboren getogen Hillevendammer en daar ben ik eigenlijk wel een beetje trots op. Oké. Ik woon op Hillevendam. We hebben een bedrijf in Hillevendam. Een bedrijf met een glimlach, zeg ik altijd. Wat voor bedrijf heb je, Jan? We hebben een autobedrijf. Oké. In de ruimte sinds des volgens eigenlijk. Ja. Je bent vroeger klaar, dus ik. Hey, en heb je een specifieke merk of is het gewoon een allround garagebedrijf? Universeel, ja, allround universeel autobedrijf met een concept van de Bos. Ja. Bosorganisatie en we zijn al 35 jaar BOVAG lid. Dus dat zijn we ook. Oké. Okay. Ligt je passie echt bij auto's? Ben je ook zo begonnen? Is het uit passie geboren? Nou ja, toen ik eigenlijk jong was, werkte ik op een boerderij, dat heb ik in mijn vrije tijd. Okay. Dat is eigenlijk wel de basis geweest van het autobedrijf dat ik momenteel heb. Yeah. Ik wilde eigenlijk wel boer worden, maar dat zat er eigenlijk niet in. Okay. Mijn vader was geen boer, die was chauffeur. En je had dan toch wel kapitaal nodig om dat te doen. Yeah. En dan op de lagere school, toen zei de leraar, je moet automonteur worden, want dat is het vak van de toekomst. Ik denk dat er toen de tijd, dat is natuurlijk een mooie tijd geleden, dat er 3-4 auto's op Hillevendam reden. Nou ja, dat is het wel geworden dus. Oké. Okay. Hey, zo, even kijken hoor. Dat gaat hartstikke goed, hè? Ja. Ik denk dat jij... Ik denk nog sta op te kijken van wat jij allemaal in de keuken bereikt. Nou ja, kijk, paella. Ja. Zoals ik al zei, paella is echt een Spaans gerecht uit Valencia. Ja. En officieel wordt dat gegaard op houtskool. Dus dan heb je van die open vuur eigenlijk. Die pannen gaan erop op speciale rekken en dan wordt er van alles in gedaan. Ui natuurlijk altijd, wat chorizo, tomaten, verse zeevruchten. Maar er gaat ook kip gaat erin. Er kan octopus in. Ik heb wat wongelen heb ik liggen, wat verse mosseltjes. Lekker. Rivierkreeften, grote gamba's. Oh, en deze, dat maakt niet uit. Kijk, en ik heb hier voorgegaarde... Octopus. Ja. En dat is super makkelijk, want dat hoeft niet urenlang te koken. Aangezien. En hoeveel knoflook teentjes wil je? Doe er maar 2, want het zijn grote zijn jongens. Kijk, hier heb je een afvalbak. Ja, 2 teentjes. 2 teentjes. Oh, ik dacht 2 knoflook. Goed, Jan, je mag een uitje snipperen. Uitje op en die gaan we even aanzetten in de pan met een knoflookje. En dan komt er gesneden paprika daarbij. En dan komt de rest vanzelf. Hey, Jan, jonge leeftijd begonnen op de boerderij. Je hebt een fijne tijd, ja. Vertel daar eens iets over. Onze buurman die had een boerderij. En hoe mooi is het leven op een boerderij? De vrijheid, het leren melken, het omgaan met dieren, het omgaan met het materieel. Helpen hooien, vissen, jagen, deden we ook. Stiekem vuiken zetten, hè? Kiesjes, paling vangen. Ja. Het was natuurlijk wel illegaal, maar dat mocht. Ja. Zeker toen. De vrijheid en de blijheid, wat we daar hadden. En je leerde je handen gebruiken. Dus omgaan met het materiële. Ja. Omgaan met leven op de haven. De verantwoording wat je kreeg. Ja. Ik was 17 jaar, toen begon ik bij LOS en ik begon bij de Mercedes, maar ik begon 14 dagen later. Omdat ik de boerderij ging bijhouden, 14 dagen, omdat die boer op vakantie ging. Oh ja, moet je bedenken dat je 50 jaar geleden was. Dus dat was een beetje mijn hobby. Ja. In de vrije tijd. En dat heb ik gedaan tot mijn 21ste. Dit mag je ook snijden. Ja. Die mag je ook snijden. Klein? Ja, gewoon lekker klein. Ja. Een paprikatje mag je ook snijden. Ik help je een klein beetje mee. Dat lijkt me een goed plan. Dus dat is een hele verantwoordelijkheid, dus Jan, op de boerderij.
Nou ja, dat is eigenlijk misschien ook wel de basis geweest van hetgeen wat ik later gedaan heb. Ja. Je leert aan de verantwoording, je leert voor jezelf werken. Dat is ook het bedrijf wat wij hebben. Wij hebben momenteel 7 medewerkers, daar heb je ook de verantwoording voor. Ja. Het zijn ook volwassen mensen, hebben gezinnen, kinderen hangen er aan vast. Wat dat betreft is dat een beetje verweven in het, wat ik vroeger gedaan heb in mijn vrije tijd. Dat is wel de basis geweest voor hetgeen wat ik nou heb. Ja, natuurlijk de ondernemende zelfstandigheid komt daarbij kijken natuurlijk. Goed, meneer. Oh, het mag erin. Ja hoor. Ik heb de pan hoog gezet. Het is een traditionele paella-pan, maar dan een iets dikkere bodem, ja. Waardoor hij niet te snel aanbakt op inductie. Dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Officieel heb je die pannen die naar links van je staan, ja. Die zijn echt eigenlijk te dun voor op inductie. En die pannen, okay, ja. Die grote pan. Dit knoflookje mag je lekker gaan hakken, die mag erbij. Deze kan er ook bij, die paprika, hè? Ja hoor, die mag er ook bij. Dat zijn pepertjes. Of ja. Pepertjes bedoel ik? Ja. Ja, pepertjes. Dus een beetje lager, vuurtje. Dus zodoende uiteindelijk dus een garagebedrijf gestart. En hoe begon je dan? Hoe begin je dan met een garagebedrijf? Wat is het eerst? Ja. Ja, wat is het eerst? Je moet dus ook de ruimte hebben. Je moet geld hebben. Ja. Maar geld had je niet? Nee, die heb ik van mijn moeder gekregen tijdelijk. Ja. Met goedkeuring van de hele familie uiteraard. Maar die hebben mij daar wel bij geholpen. En dan de juiste mensen om me heen en dan... Gewoon beginnen. Moet het fijner of niet? Perfect. Perfect. Ja. Dus uiteindelijk ben je begonnen met het vragen naar wie kan ik helpen? Wie kan ik, wie's auto kan ik maken? Ja, ja goed. Zo begint dat. Ik begon op het dorp. Ja. En we zitten nog steeds op het dorp, het dorp Hilpendam. Maar dat rolde naar je toe. Er kwamen ook nog steeds meer auto's. En we krijgen ook nog steeds meer klanten. Moet er nog een uitje bij? Ja, lekker uitje erbij. Ja hoor. Je uiteindelijk begonnen te draaien. Je begon alleen dus. Alleen. Ja. Na 3-4 maanden kwam er een monteur bij. Oké. Okay. Die is genoemd de chef. Die noemt nog steeds de chef, want daar ben ik nog steeds bij me. Ja. En daar ben ik natuurlijk ook wel een beetje trots op. Zo, dat is dus al een behoorlijke tijd dus. Dit jaar wordt dat 34 jaar. Zo. Dus dat is lezen en schrijven samen. Ja, we hebben gelachen, ja. We hebben samengewerkt, we hebben gehuild. Dat doen we ook. Okay. We hebben ook nog gedoe, dus niet alleen van die uien natuurlijk. Nee. Zit het erbij? Ja, gewoon erbij. Moet er nog een uitje bij of niet? Hartstikke goed. Doe er nog een half uitje bij en dan is het perfect. Dus dat ga je gewoon lekker aanbakken, hè, dit. Ja. Dat zet je gewoon even aan, wat kleur erop brengen. Maar niet te heet, zeg maar. Het moet niet te donkerbruin worden. Ja, ik heb... Safraan doe ik in de paella. Ja. In Spanje vind je allerlei poedertjes en zakjes waar eigenlijk die gele kleur in zit. Hè? Ja. Dat is hoofdzakelijk kurkuma. Ik gebruik liever safraan. Safraan is een stamper van een orchidee. Die is gedroogd en die geeft heel veel kleur en smaak. Heel een beetje prijsgespoeld. Heel kostbaar. Ja, zeker zo'n pakje dat kost al gauw €25. Het is gewoon een hele kostbare specerij. En hoeveel gaan erin dan? Een snuf. Ik heb daar een bakje staan en daar zit wat safraan in. Die heb ik voorgeweekt. Heel belangrijk. Je ziet de kleur eruit komen. Ja, oh, ja. En die gaan we zometeen bij de gebakken ingrediënten gooien. Doe je in olijfolie? Nee, dit is in de witte wijn. In de Spaanse witte wijn die je ook in het gerecht gebruikt. Okay. Maar kijk, ik geef jou de bakspatel. Kan je gewoon even lekker gaan roeren. Zometeen hebben we een heerlijke Spaanse wijn daarbij natuurlijk. Die gaan we daar gaan we straks het gerecht mee afblussen. Als de rijst er doorheen zit. En we gaan hem natuurlijk bij het gerecht drinken, hè, de Spaanse wijn. Dat lijkt me een heel goed idee. Dat is heerlijk. Heel goed idee. Ja, goed. Wel kleur dit. De rijst mag erbij, Jan. En de kruiden mogen erbij. Dus wat takjes tijm. Dus deze, die kan er helemaal bij. Dat mag er allemaal bij. En ik loop even om je heen en dan pak ik even een paar takjes tijm. En die gaan we even afritsen, zoals dat heet. En dan als jij dan de tomaat even wilt snijden. Blokjes? Gewoon in grove blokjes hoor. Ja. De tomaat hebben we even gepliceerd. Hij gaat eigenlijk helemaal weg. Hè. Van tomaat die kookt helemaal stuk. Ja.
En als je ze lekker grof houdt, dan zie je ze straks nog mooi in het gerecht terug. We gaan er allemaal in, hè? Ja. Als ik nog een takje tuin van je mag, dan heel graag. Nou, af en bakken zien. Hey. Ja, top. De rijst gaan we nu even lekker aanbakken. Dus je mag nog eventjes in de pan roeren als je wil. Ja. Maar weet je wat, ik heb je handen vol. Dus als jij even ik help je eventjes mee. Nee, ik heb die tomaatjes nog in blokjes. Ja, het is een prachtig gerecht voor een, voor een groepje of wat gasten die je dan wilt verwennen. Het is één keer bereiden en een half uurtje later heb je eigenlijk een prachtig gerecht op tafel staan waar iedereen gewoon gezellig uit de pan kan eten. Dat is het mooie aan paella. Het is een familiedingetje, zeg maar. Het is wel grappig om te vertellen, wij hebben mijn receptionist, dat is een Italiaan, die praat in okay. Spaans. Ja? En wij hebben wat voor zijn schoonvader gedaan en daar wil hij wel voor betalen. Dus hij hoeft niet te doen als jij maar een paella maakt. Oh ja, hij kan wel een paella maken. Ja. En dat heb ik gedaan. Dus ze kwamen zo echt met zo'n pan. Ja, die hadden ze zelf thuis hadden ze gemaakt. En hebben we dat hele bedrijf met alle jongens hebben daarvan gegeten. Dat is natuurlijk super. Tomaten erbij? Ja, gooi er maar bij. En dan gaan we hem afblussen met de saffraan. Gemengd met de witte wijn natuurlijk, hè? Ja. Want die lost daar mooi op in het gerecht. Maak je sap erbij. Het gaat fantastisch. Alsjeblieft. Je ziet vaak eroverheen, hè? Ja hoor. En ik gooi er nog even wat extra witte wijn overheen. Ik moet afgeblussen. Weet je nog eens in? Alsjeblieft. Ongeveer een kwart liter witte wijn. Alsjeblieft. Gaat erin. En dan heb ik de bouillon die erbij gaat. Ik heb hier wat bouillon klaargezet. Even kijken, ik heb 700 gram rijst hebben we toegevoegd. En er gaat ongeveer 2 liter gevogelte bouillon bij. Oh, dat heb ik gezien. Dat maak je even uit een... Ja, dat is een concentraat van het merk Chef. Kijk, dat op deze manier. Dat ruikt erg goed. Zet het vuur ietsje hoger. En dan laat hem gewoon lekker langzaam garen. Nu moet die vocht moet in het rijst trekken. Ja, die vocht of de rijst absorbeert alle bouillon. Ja. En alle smaken die je hebt toegevoegd. Dus zometeen de schalers helpdieren natuurlijk. De kruiden, de knoflook. Maar ook de kippen, het kippenvlees hè, wat je meegaat. Kijk, de paella heeft eventjes 20 minuutjes staan koken. Ja. En deze jongens mogen erbij. Die gaan we erbij stoppen. Ja hoor, steek ze maar lekker tussen. Ja, maar ze moeten natuurlijk nog wel even garen. Ja. Het gaat natuurlijk niet gebeuren als we de bal gaan opleggen. Een paar minuutjes, dan gaan ze openstaan en dan gaan we het leukste onderdeel van het koken beginnen. Eten? Dan gaan we het eten, ja. Met een lekker wijntje natuurlijk. Oh, heerlijk, dat heb ik wel trekken. Ja, goed Jan. We gaan hem, hij is helemaal gegaard. Alle schelpjes staan mooi open. De kreeftjes, tenminste de langoustines en de gamma's zijn mooi gegaard. Je mag hem afgarneren met een klein beetje citroen en wat platte peterselie. En daarna gaan we hem presenteren. Maar dat zit er gewoon bij, toch? Ja, we doen gewoon lekker eromheen. Gewoon gezellig. Gewoon beetje speels. Er zijn geen regels voor, hè. Iedereen eet gewoon altijd lekker bij vis. Een klein beetje citroen. En die peterselie gaat er gewoon zo overheen. Goed. Beetje niks in het midden. Helemaal perfect. Nou, dan strooit die eroverheen. Ja, dan is hij helemaal af. Wow. Nou, dan mag jij hem presenteren. Ik ben heel trots op je, Jan. Nou, ik kijk ook een beetje op jou. Zet hem lekker daar neer. Ik zal hem daar neerzetten. Snijplankje mag blijven staan. Ja, die laat ik staan. Oké. Okay. Hey, dit gaan we uitserveren. Wat gaan we hierbij drinken? Dan gaan we nog Dan gaan we een hele mooie Spaanse wijn bij combineren. Oh, lekker. En dan ga ik aan Niel vragen. Is dat witte vrood? Of dat horen dat is witte wijn. Witte wijn, ja. Oké. Okay, ik ga hem halen. Ja. Tot zometeen. Hey, hallo. Hey, goeiedag. Nou, dat ziet er toch geweldig uit. Hey, jij bent Niel? Dat ben ik. Hey. Hallo. We hebben een heerlijke paella gemaakt en wij gaan daar een lekkere witte wijn bij drinken, had ik begrepen. En jij schijnt er eentje. Hey. Dat klopt inderdaad. Paella natuurlijk super Spaans, dus ik heb logischerwijs voor een Spaanse wijn gekozen, een witte wijn. De Gold in Blanc, om precies te zijn, is een wijn van Kasteel de Remei. Dat ligt zo ongeveer 100 kilometer ten westen van Barcelona, in Penelles, een klein plaatsje. 400 inwoners. Prachtige mooie frisse wijn. Van 60% Macabeo druif, 40% Sauvignon. Dat geeft gewoon ontzettend jonge, frisse, fruitige wijn. Het is perfect voor beide paella. Nou, ik
kunnen we dat ook proberen, denk je? Gaan we doen. Gaan we naar de PL even zeker kijken of we de juiste wijn hebben. Dat lijkt me laten mooi. We dat gaan doen. Ik ben heel benieuwd. Nou, het ziet er mooi uit. Hè? Mooi helder. Proost. Op je gezondheid. En zo meteen, je eet er wel een klein beetje mee, denk ik. Het is met liefde gebruikt, gemaakt. Ik ben heel erg benieuwd. Wat zeggen we ervan? Hier, echt gewoon lekker, hè? Lekker en hele frisse. Ja, veel mijn fruit. Ja. Ja, absoluut. Dat zakt er heerlijk in. Nee, deze past denk ik wel goed bij de pittige smaken die we in het PL hebben gegeven. Dus exact. Lijkt me heerlijk. Exact. Dit was Sudderen Met. Graag tot de volgende keer.